Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Marcel, Sneek, 2-1 verloren. Hoe lastig was het om te voetballen tegen deze ploeg? Ja, heel lastig. Zij zetten snel druk op ons, waardoor het veel lange balspelen was. Ja, zij hebben een fysiek sterke ploeg. Wij iets minder. Wij hebben meer een voetballende ploeg. Dus dat hebben zij goed geanalyseerd. Dus, ja, want ik sprak net ook al wat spelers. Zij zeggen de tactiek zit goed in elkaar, maar dat bleek niet te werken. Nee, kijk, als je van achteruit wil opbouwen, dan is dat een andere tactiek dan als je gedwongen wordt om de lange bal te spelen. Dan moet je meer vanuit de tweede bal spelen. We hadden wel steeds een man over op het middenveld. Wisten we ook af en toe wel te vinden. Maar het was heel lastig om kansen te creëren. We waren in de eindfase gewoon te slordig. Ja, want je zegt lange bal. Aan de zijkanten ligt veel ruimte, maar dan mis je de lengte voorin? Nou, het is niet eens zozeer de lengte. Kijk, het eerste duel hoef je niet te winnen. Je moet gewoon zorgen dat je het tweede duel wint. En ook daar waren zij vaak beter dan wij. En Thomas Bakker die was net voor de wedstrijd, of na de wedstrijd heel erg gefrustreerd. Dat is ook logisch na zo'n verlies en na die slotminuten. Hoe gefrustreerd is jouw ploeg nu? Dat weet ik niet. Het mag duidelijk zijn dat als je 3 wedstrijden op rij verliest, dat de moraal voor de ploeg niet goed doet. Maar goed, je bent bezig met een teamprestatie. Daar hoort ook verliezen bij. Deze keer iets vaker dan dat wij dat prettig vinden. Maar wij moeten door. Je bent bezig met beter worden. Dat doen we iedere training weer. Dus dat proberen wij ook iedere wedstrijd weer. Ja, alleen dat pakt op dit moment niet zo uit als wij graag willen. Is het lastig om uit zo'n sfeer te komen die maandag als je weer op het veld staat? Nou, op de maandag is het al vaak wel weer dat alles wat weer gezakt is. Het is voornamelijk de avond na de wedstrijd en de zondag dat je daarmee in je hoofd loopt. Maar het is vooral omdat het gewoon 3 nederlagen zijn die alle 3 onnodig waren. Barendrecht, eerste half uur gewoon uitstekend gespeeld. 2-3 enorme kansen. Nou, Noordwijk hebben we vorige week allemaal gezien, de eerste helft. Dus ja, dan is het heel sneu. Deze wedstrijd verdiende geen winnaar, vond ik. Over en weer volgens mij geen kansen. Misschien 1, een heel kleintje. Nou, wij scoren uit een strafschop en zij scoren uit een vrije bal in een corner. Nou, dan denk ik dat het verhaal van de wedstrijd daar wel mee verteld is. Beleef de geschiedenis van HHC Hardenberg opnieuw. Met het HHC Hardenberg jubileumboek. Bestel hem nu op hhchardenberg.nl. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.